Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Aandacht TV. Ik zit hier bij Stella Webber in Uithoorn. En Stella doet heel veel leuke dingen. Ik hoef niet te zeggen, je doet maar één ding, want je doet gewoon veel meer leuks. Ja. Kun je zelf eens vertellen, Stella, wat jij doet? Ik geef voedingsconsulten. Begeleiding om een gezonder eetpatroon aan te leren. Daarnaast geef ik reiki-behandelingen met aromatherapie erbij. En ik geef tegenwoordig workshops. Workshops in chocola maken van rauwe cacao. Workshops in smoothies maken en aromatherapie-workshops. Dat mensen echt laten ervaren wat aromatherapie kan doen voor ze. Ja, wat leuk. Voeding, wat is dat voor jou? Ik hoor het zelf terugkomen. Ja, je gezondheid en je welbevinden hangt heel erg af van wat je eet. Dat haal je allemaal uit je voeding. Heel veel van je energie en je gezondheid haal je uit je voeding. En heeft dat ook nog een bepaalde mindset, hoe je denkt daarmee te maken volgens jou? Of is het echt alleen de voeding, dus wat je dat je neemt? Hoe zie jij dat? Nee, je mag best wel een keer iets eten wat minder voedingsstoffen geeft. Hè, maar waar je gewoon voldoening uit haalt. Toch een keer. Maar dan moet je er ook echt van genieten, vind ik. Ja. Niet met een schuldgevoel gaan eten, want dan kan je er wel eens last van krijgen. Ja, precies. Dus dat is echt, het gevoel is daarbij dan heel belangrijk. Ja. Leuk. En ik hoor al rauwe cacao en daar ben ik echt enorm benieuwd naar, want ik zie het op jouw Facebook en Twitter wel voorbij komen en dan denk ik, ik heb geen idee hoe dat, wat het is. Ja, cacao dan, maar hoe? Nou, het is onbewerkte cacao, het is ongebrande. Okay. Normaal worden cacaobonen gebrand en dan verwerkt, maar dan gaan er heel veel van de voedingsstoffen verloren. En in cacaobonen zitten heel veel voedingsstoffen. Eigenlijk is cacao dus heel goed voor je. Ja, het is eigenlijk gewoon een voedingsmiddel. En als je het dus ongebrand gebruikt, hè, de poeder neem ik dan, en niet de bonen, ik koop echt de cacaopoeder in de rauwe vorm, dan heb je alle voedingsstoffen er nog in. En als je er dan zelf bonbons van maakt, dan heb je gewoon een voedingsmiddel wat je eet als een snoepje. Zo, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb zelfs niet staan, ja. Dus ik ben echt enorm benieuwd. Maar dat is dus... Nog even voor mijn plaatje, dus anders dan een pakje cacao wat ik in de winkel vind. Ja. Dat is geen rauwe cacao. Nee, dat is geen rauwe cacao. Nee, rauwe cacao kan je echt bij reformwinkels en op internet en zo kopen. En wat doe je er dan nog meer door? Want het ziet er ook echt uit als bonbons. Ja. Er gaan alleen maar gezonde stoffen in natuurlijk. Ja. Ik doe er dan kokosolie in. Je kan het ook met cacaoboter doen, maar ik vind zelf kokosolie nog net ietsje gezonder en... Beter voor mij in ieder geval, het kan per persoon verschillen. En ik doe er agavesiroop of palmsuiker doorheen, of dadelsiroop soms, dan heb je echt een beetje die dadelsmaak. En ik gebruik ook een dadelblok van de Turkse winkel. Dan moet ik voor naar Amsterdam, naar een Turkse zaak. Maar dan koop ik meteen zo'n kilo verpakking en dat is echt samengeperste dadel. Okay. En dat is makkelijk. Ja. Je kan ook dadels nemen natuurlijk en die ontpitten en dan zelf malen, maar dat is allemaal wat lastiger. Ja. Dus hier snij je gewoon een stuk van af en je maakt het los. En dan gaat het door de bonbons heen. Wat leuk. En je leert dus in je workshops wel mensen om dit, ook deze gezonde tractatie te maken. Ja, en met allerlei gezonde toevoegingen. Hè? Cranberries, goji bessen. Pitjes, zaden en pitten kan je erdoor doen, stukjes noot. En ik zet het allemaal klaar als we een workshop doen. En kokos kan je er doorheen doen of eroverheen. Wat leuk zeg. Dus laat ik zelf experimenteren ermee. Ja, dat is, precies. Dat is natuurlijk ook het allerleukste. Dat je dan wel die basis, daar kun je natuurlijk mee helpen. Ja, kan je van alles mee doen. Ja. Ik ben echt enorm benieuwd. Steeds al, maar ik wacht even. Hartstikke mooie hartjes. Ja, ik heb allerlei vormpjes. Ik heb ook paasei-vormpjes gekocht. Rond Pasen hadden we een workshop met paaseieren. Nou, dan wil je ze nooit meer uit de winkel, hoor. Dit is echt heel lekker. Lekker, hè? En gezond, hè? Dat voelt extra goed, toch? Ja, daar kan ik nog even niet bij. Dus. En je had het ook over aromatherapie... Wat houdt dat precies in, Stella?
Dat is gebruik maken van etherische oliën. En dat zijn oliën die uit de natuur voortkomen, uit planten, bloemen en dergelijke. Soms uit de wortels van planten en bloemen. Of uit de blaadjes of uit de bloem zelf. Wat doe je dan met die olie? Ik masseer het in bij de reiki-behandelingen. De handen, het gezicht, de nek en in de zomer blote voeten, blote benen. Dan kun je iets wat meer insmeren ermee. Dat masseer ik dan in en ik verspreid het in de kamer waar ik reiki-behandeling geef. Zodat je echt helemaal doordrongen wordt, ja, van die geur. Je hebt hier zo'n bakje, mag ik zien wat voor... Ja, die persoon, de cliënt gaat echt naar huis, helemaal omgeven met de geur. En ik stem dat op de persoon af en op de eventuele klachten die er zijn. Of ja, zo zeg ik wel, alleen maar voor ontspanning. Dan gebruik ik ontspannende olie. Ze hebben allemaal een andere werking. Ja, want dat vind ik dan wel even leuk. Ik zie hier bijvoorbeeld kruidnagel staan. Is het nou voor speciaal iets goed? Of? Ja, dat is ontsteking remmend. Oké, dat meen je. Ja, je doet het nooit puur. Het enige wat je puur kan gebruiken is tea tree olie. Dat kennen ook heel veel mensen wel. Ja. Dat mag je puur op de huid gebruiken en lavendelolie kan puur op de huid. Voor de rest moet je altijd mengen met basisolie. Amandelolie of jojobaolie of iets dergelijks. Ja. En geranium bijvoorbeeld vind ik er nog wel leuk. Ja, dat geranium dat werkt hormoonregulerend. En okay. Ik heb ook lange tijd zelf crèmes gemaakt en body lotion en shampoo en al dat soort dingen leren we ook parfum zelf maken. Wauw. En er gaat heel veel tijd in zitten. Ja. Ik doe dat ondertussen niet meer. Maar dan deed ik dus in de gezichtscreme voor mezelf. Ik was toen met de overgang en zo bezig. Deed ik geraniumolie. Want dat werkt hormoonregulerend. En huidverzorgend. Dus dat was twee vliegen in één. Ja, dat is wel helemaal mooi. Zo zie je dus hoeveel je zelf dan kan maken. En dan heb je natuurlijk wel een heel puur product. Ja, zeker. Ja. Ik maak wel mijn eigen scrub tegenwoordig. Want dat is wel vrij makkelijk. Een eigen scrub, hoe doe je dat dan? Dan neem ik olijfolie, goede groene olijfolie. En ik neem zeezout. Dat is wat grover vaak. Hè? Je kan het ook even malen, dat wat fijner is. En dat meng ik door elkaar en dan doe ik er etherische olie in waar ik net op dat moment zin in heb. En daar scrub ik onder de douche mijn huid mee. En na het douchen droogdeppen en ik hoef hem niet in te smeren, niks. Nee, die olie natuurlijk. Ja, het schilferlaagje is van je huid af en het is meteen ingevet. Je doet heel veel dingetjes zelf. Ja. En daarin uitproberen en daarna het weer andere mensen weer aanbieden. Ja. Wat mooi. Of ik deel het op Facebook. Ja, dat is ook een leuke tip hoor, om Stella te volgen via Facebook of Twitter. Want ze geeft ontzettend leuke tips. Cadeau. Gewoon cadeautjes. Dat is echt heel erg leuk. Ja, ik deel graag. Ja, dat is heel goed te merken. Ja. We gaan zo meteen voor jou een workshop, of een workshop zeg ik, een smoothie. Gaan we zien, hoe vaak doe jij smoothies maken? Nou, wel elke dag zo'n beetje. Is het een vervanger voor een maaltijd voor jou? Of nee, dat niet. En qua smoothies is de mogelijkheden, tenminste, daar kom ik achter, die zijn echt overvloedig. Nou, zeker. Dus op zich is zo'n workshop bij jou wel, dan kun je natuurlijk de combinaties. Ja, dan geef ik veel tips over wat bij elkaar lekker bij elkaar is. En wat zinvol is om erin te doen om nog wat extra energie te hebben. Ja, want daarin heeft natuurlijk net als die kruiden en bloemen, iedere stuk heeft weer zijn eigen werking, lijkt mij. Ja, precies. Ja. En doe je alleen fruit en fruitsmoothies? Nee, ik doe vooral groenten soms. Maar we doen ook wel eens bij het ontbijt fruitsmoothie. Maar dan bij voorkeur doe ik er spinazie weer in, omdat je dan langer energie hebt van de fruitsuikers, zeg maar. Als je veel fruit in je smoothie hebt, dan heb je wel heel veel energie daarna. Maar dan kan je ook heel erg als een plumpudding weer inzakken. Oké. Je insulineproductie gaat ook heel erg omhoog en dan kan je dus weer heel erg terugvallen. De ene is daar gevoelig voor dan de ander. Ja. Maar ik doe er dan bij voorkeur spinazie of rucola of iets ergens weer in. Want dat ze die enzymen in de groenten zorgen ervoor dat je suikerspiegel stabieler blijft. Dus dan blijft die een tijd lang stabiel. Ja. Dus dan blijf je langer energie houden. Ja.
Nou, we gaan zo meteen even kijken wat voor lekkers je voor ons klaar gaat maken. Dus, ik heb een bijzondere smoothie bedacht. Oh, leuk. Nou, we gaan naar de keuken en dan gaan we daar weer verder kijken. Nou, Stella, ik ben heel benieuwd wat voor lekkere smoothie je gaat maken. Nou ja, je kan het al een beetje zien wat voor kleur die gaat worden. Ik vond het wel zomers om een rode, pittige, zoete smoothie van te maken. Ik heb er diepvriesframbozen in. Kijk, de tijd van de Hollandse frambozen is er nog niet. Nee. Dus dan neem ik liever... Je kan wel buitenlandse kopen hoor. Maar ik heb dan liever diepvriesframbozen. En die heb ik al even laten ontdooien met 2 bekertjes water. En nou, ik denk dat... zo'n bekertje. Ik denk dat er nog wel wat water misschien bij moet. Maar dat kan je altijd later nog doen. Oké. En dan ga ik direct vrees op vellewaai maken. Er gaan 2 puntpaprika's, rode puntpaprika's in. Die zijn een beetje zoetig. En dan een klein rood pepertje. Ik doe hem niet helemaal, want dat is goud te scherp. Maar dat maakt het dus pittig. Dit is zoet en pittig tegelijk, hè? De puntpaprika. En de peper is echt pittig. En de frambozen zijn zoet. Dan krijg je een hele leuke combi. Ik ben heel... Ja, ik ga direct vrees op vellewaai maken. Ik denk dat het voor de film... niet echt aantrekkelijk is. Oren dicht dus. We gaan even rusten. Dan heb ik nog een leuke tip. Wat ik altijd doe is hem uitschenken in een kan of in de glazen. En dan zie je dat er allemaal nog smoothie resten aan de wanden blijven zitten. Doe ik er een beetje water bij en dan zet ik hem terug. Zorg dat hij schoon is van buiten. En zet ik hem nog even op zijn hoogste stand aan. En dan spoelt hij schoon en dat gooi ik bij de smoothie. Vaak is hij toch te dik, dus dan heb je meteen verdund. En dan heb je je kan al zo wat schoon. Ja. Oh, wat een mooie. Echt, dan haal je ook echt alles eruit. Ja. Nee, en dan voorzichtig mee. Oeps. Nou, proost. Ja, proost. Proost. Heerlijk. Apart, hè? Ja. Die pittigheid en frambozen smaak. Ja, die frambozen, dat proef je ook wel, hè? Inderdaad, daar doorheen zo'n beetje een vleugje pittig. Ja, een vleugje pittig. Ja, je kan hem natuurlijk naar de smaak meer peper doen. Mm-hmm. Nee, dit is voor mij precies goed. Heel. Ja, dat dacht ik al. En ook lekker zomers inderdaad, als je dit lekker koud ook drinkt. Hoe lang duurt zo'n workshop bij jou, Stella? De smoothie workshops zijn 2,5 uur. Een beetje, omdat ik altijd 2 verschillende smoothies maak en laat proeven. Er hebben altijd snackjes tussendoor die ik zelf maak en waar ik het recept ook van geef. Oh, wat leuk. Dus ook echt een uitje is het erin. Ja, dus echt een uitje van de hele ochtend. Ja, wat leuk. En de datums die staan op jouw website? Of? Ja. Bij stellawebber.nl /workshops. Nou, mocht jij je ook willen laten inspireren door Stella, door haar ideeën of recepten of wat dan ook, kijk even op Stella haar website, www.stellawebber.nl. En ga er vooral lekker mee aan de slag. Het bevalt mij al heel erg goed, maar deze nieuwe is ook echt aan te raden. En die chocolaatjes, nou, dat heb je kunnen zien. Dat is echt een hele lekkere... En ook nog gezonde tractatie. Het leuke is met deze Aandachtstv-uitzending dat Stella ook iets aan een van jullie kijkers, misschien zelfs 2, weg wil geven. En Stella, je mag zelf even zeggen, wat een luxe stoel toch? Ja, wat geef jij weg? Ik wil aan een van de kijkers het e-book weggeven. E-book met 50 smoothie recepten. Ontzettend leuk. En als ze hun mailadres aan me geven, dan kan ik het toesturen. En ik wil aan één kijker een reiki en aromatherapiebehandeling weggeven. Wauw, dus zo geef je echt wat jij aanbiedt als dienst. Dan kun je 2 mensen heel blij maken, vermoed ik. Dus wil jij af geïnspireerd raken door het e-book van Stella? Neem even contact met me op en zeg even waarvoor je geïnteresseerd bent. Dus af het e-book, af de reiki aromatherapiebehandeling. Laat het me weten via Facebook of via een persoonlijk berichtje. En ik trek weer 2 namen uit mijn bakjes, die ik elke week al doe. En dan, wie weet, kom jij eruit rollen. Leuk, ontzettend leuk. Ja. Dankjewel Stella voor deze uitzending. Ja, en alle informatie en het lekkers vooral ook. De chocolaatjes ook niet te vergeten.
En nou ja, laat je inspireren en doe er vooral heel veel leuke, lekkere, gezonde dingen mee. Ik zeg proost, tot de volgende keer. Leuk.